Boy Kemper, drie hele belangrijke punten naar de 1-2 zegen bij Jong PSV, hè? Ja, zeker. Ik denk dat we gewoon de lijn met de winst doortrekken. Het was geen beste wedstrijd, vond ik. Eerste 20 minuten wel, denk ik. Want ik weet niet wanneer we wel 2-0 voor stonden. Maar na de 2-0 zie je een beetje dat het wegzakt. PSV kan wel iets makkelijker voetballen doorheen. En krijg je gewoon een domme penalty gewoon krijg je tegen. Dan zie je dat hun er iets meer in geloven. Krijg je het moeilijk tot de rust. In de tweede helft was van beide kanten gewoon slecht eigenlijk. Het was een saaie wedstrijd, tweede helft. En we hebben over de streep getrokken en dat is het belangrijkste. Zeker belangrijk. Deed me ook een beetje denken aan de wedstrijd tegen NAC. Kom je ook op een 2-0 voorsprong. Uiteindelijk laat je toch de tegenstander in de wedstrijd en terugkomen. Ja, waar ligt dat dan aan? Ja, weet ik niet. Net wat ik zeg, weet je, tegen NAC ook speelden we ook goed. Nu speelden we ook de eerste 20 minuten goed. En daarna zakt het weg. Ik weet niet, misschien wordt dan iets te nonchalant. De scherpte gaat er iets af. Ik moet je eerlijk zeggen, ik voelde hem wel een beetje aankomen. Want ja, we waren niet scherp in de duels. PSV kon er wat makkelijker doorheen voetballen. En dan krijg je ook een penalty waardoor het 2-1 wordt. Ja, en dan wordt het toch gewoon weer een lastige wedstrijd. Uiteindelijk is het toch het belangrijkste dat je de 3 punten binnenhaalt. Zeker met oog ook op de derde periode. Nee, zeker. Je staat nu virtueel sta je eerste volgens mij. Je bent over NAC ingegaan. Op de ranglijst ben je ook weer gestegen, want je bent over PSV ingegaan. Dus het was gewoon een belangrijke overwinning. En dat hebben we voor de wedstrijd ook aan elkaar duidelijk gemaakt. Dan ben je nu 2 maanden ongeslagen. Dat is denk ik ook wel heel belangrijk voor wat betreft het vertrouwen in aanloop naar PEC Zwolle thuis. Nee, zeker. Het gevoel is goed. Ik denk dat we er gewoon lekker in zitten met z'n allen. En dat gevoel moeten we vasthouden en niet... We moeten nu niet gelijk denken dat we er al zijn, want we zijn er nog lang niet. We krijgen nog een paar belangrijke wedstrijden in de periode, ook lastige wedstrijden. Dus we moeten echt scherp blijven nog. Dan tot slot, afgelopen zaterdag was de bekerloting. En wat vind je ervan? Ja, wat moet je ervan zeggen? Weet je, je hebt het niet in eigen hand. Het is gewoon een hele lastige loting, zo reëel moet je gewoon zijn. Het voordeel is, je hebt niks te verliezen. Maar lastig gaat het zeker worden. Maar de weg naar Eindhoven weten we in ieder geval te vinden. Ja, zeker. Die hebben we ook gevonden. Vandaag 3 punten en dan hopelijk dan een rondje verder dan maar. Ja.